Wat ik toen nog niet over de verslavingszorg wist, was dat het gewoon zoveel meer behelst dan alleen maar een protocol afwerken. Ik ben Leandra Christiaans en ik werk hier op de KBS als GZ-psycholoog in Utrecht. Ik dacht eerst dat het is echt gewoon alleen pure verslaving en heel hard trekken heel erg geprotocoleerd. Het is juist een hele diverse behandeling en ik denk hier op de KBS hebben we een heel mooi behandelprogramma. En als GZ'er heb je gewoon heel erg de vrijheid om je eigen werk samen te stellen. Hè? Dus je kan deelnemen aan het behandelprogramma door groepen te geven. We doen ook comorbide behandeling, waaronder veel traumabehandeling. Diagnostiek, daar kan voor gekozen worden. Dus dat is heel erg divers. En dat spreekt me ook juist ontzettend aan. Bij onze cliëntenpopulatie is er heel veel terugval. Dus mensen zijn vaak een kortere periode zijn ze abstinent. En juist in die periode kun je betrouwbaar onderzoek doen. En dat is omdat wij 8 weken klinische opname hebben en je vaak na 6 weken redelijk betrouwbaar onderzoek kan doen, kan dat precies in dat stuk bij ons worden opgepakt. En op basis van het onderzoek, de diagnostiek, kunnen we dan ook een vervolgbeleid bepalen. Wat gewoon heel veel beter aansluit bij wat de cliënt nodig heeft.